Yo, dames en heren, dames en heren, dames en heren. Welkom bij een nieuwe vlog. Eindelijk bij een nieuwe vlog. Ja, goedemorgen eigenlijk, want ik ben net wakker geworden. Mannetje toch. Ja, ik ben net wakker zoals jullie zien. Maar ik ga vandaag een keer vloggen. Ik ga vandaag een keer vloggen. Deze keer geen game video. Want ik weet dat niet iedereen dat leuk vindt. Dat is te begrijpen. Niet iedereen hoeft dat leuk te vinden. Anders zou de wereld er fucking boring uitzien. Maar ik ga jullie vandaag meenemen in mijn dag. Want vandaag ga ik toffe dingen doen. Vandaag ga ik namelijk na de voetbal. En ik kan jullie daarin meenemen. En zijn aan het stofzuigen. Ze is aan het stofzuigen. Noorden naar haar kamer. Dus ze mag mijn kamer ook stofzuigen. Maar ja, ik kan jullie vandaag meenemen naar de voetbal. En ook vandaag komt bij zuster Lana terug naar België. Want die is een tijdje in Amerika geweest. En dan komt ze terug naar het vertrouwde nest. En daar ga ik jullie ook proberen in mee te nemen. Ja, als ik kan dat meer doen. Als ik zo een dag dingen te doen heb, dan ga ik jullie gewoon meepakken. Want dat lijkt mij leuk dan om jullie daarin mee te pakken. Om een beetje te laten zien hoe dat eigenlijk mijn dag eruit ziet. Dus ja, ik zou zeggen, geniet ervan. Enjoy de video. En als je nog niet geabonneerd bent, dat is eigenlijk een schande. Maar ja, druk dan even om die abonneerknop. Hè. Druk dan even om die abonneerknop. Daar zul je met zo groot plezier mee doen. Tot straks, hè! Yes! So, guys. Ja. Hallo. Wij gaan onderweg naar Beveren, want er mogen weer supporters in het stadion en hoe zalig is dat? Mogen weer supporters in het stadion? Hey! Ja, mijn stuur zit hier nu in de weg, maar ik ben echt alles aan het dingen ze aan het klaarzetten, aan het doen, dus we gaan hier even. Oeh. De Boma Wandelclub is er ook. Nee, die zijn zo drie volgens. Zo drie oude vrouwtjes. Daar. Een beetje gaan wandelen met de hondjes. Gezellig, man. Gezellig. Nee, maar goed. Wij gaan onderweg naar Beveren. Zoals ik al gezegd heb. Supporters zijn weer welkom. Dat is heel zalig. Want ik ga van voetbal, safety first, poeten, de veiligheidsgordel erin. Even zien dat ik alles mee heb. Eventjes wachten. Even zien, want ik zie mijn abonnement van Beveren. Dat heb ik nodig. Ik kom direct terug. Goed, guys. Sorry voor de hectische vlog. Maar ik heb mijn abonnement gevonden. Anders had ik een groot probleem. Want dan raak ik niet binnen in Beveren. Mondkapje, portefeuille, alles. Ja, alles. Nu kan ik eindelijk vertrekken. Oh my god. Wat is dat voor shit, jongens? We gaan vertrekken.
Echt waar. Wat is dat voor shit? Ja, ik heb een beetje een raar lopende. Okay. Ik ga jullie terug brengen, denk ik, als ik helemaal in Bever ben, want nu moet ik rijden. Dus ja. Tot straks zou ik zeggen. Alright, guys, we zijn nu in Beveren aangekomen. 40 minuutjes gereden, dat valt eigenlijk nog wel mee. Ja, en we gaan gewoon een keer de sfeer opsnijden. Ik ga jullie wat sfeerbeelden laten zien, dat is eigenlijk wel de bedoeling wat ik wil laten zien. En ik hoop eigenlijk op een goede match. Ja, ik hoop eigenlijk op een goede match. Het is tegen Westerlo, dat is niet al te makkelijk, want Westerlo staat eerste. Voor degene dat de voetbal volgen in tweede klasse. Maar wij staan tweede. Maar wij moeten winnen voor te zien dat RWDM niet over ons springt. Ik ga mijn abonnement deze keer niet vergeten, want anders raak ik niet binnen. Mijn COVID safety kit is ook in orde, alle gelukkig. Want ik heb mijn booster prik gehad, dus alles is in orde. Maar ik ga jullie meepakken in Beveren. En ik ga jullie de sfeer laten zien in de tribune. Het is altijd een geweldige sfeer. Het hopen op een geweldige uitslag. Dat is des te beter eigenlijk, toch? Dan zien jullie ook hoe dat wij vieren. Nou ja, hoewel dat we nog niet veel gevierd hebben dit jaar thuis. Denk ik. 2 of 3 keer. Maar nu moet een 4e keer komen. En we gaan het doen. We gaan best wel pakken. Dus ik pak jullie mee nu naar het stadion. Straks. Twee weken geleden vernamen we het dramatische nieuws van Tsjechië, Rotterdam. Pyrotechnische materialen is niet alleen verboden, maar ook zeer gevaarlijk. Dank u wel. Nice.
zingen mee voor onze club. Mama en Gem. Ja, la, la. Zo, guys. We zijn terug van de match. Ja. Wat een match was dat, guys. Wat een match was dat. Dat was echt een zalige match. Oeh, lights. I have lights. Hey, dat is wel een goede studio, dat die. Oké, okay, oh nee, dat is schijt in de camera. Hé, hey, maar ik sta nu in de spotlights, hè. Nee, want het was echt wel een goede match uiteindelijk. Ja, jong. What the fuck. Ik heb er echt wel van genoten. Er was sfeer, er was alles. Zalige match. Het deed weer terug deugd om naar het voetbal te gaan. En dan ook nog, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Dus ja, het was een feestje weer. Zalig feestje. Jullie hebben er een deel van gezien, maar dat was toch weer. Maar oké, okay, ik ga nu terug naar huis rijden, naar Vlaams-Brabant. Hoi. Dat is toch gereden, denk ik. Dan tegen 10:30 gaan we naar de luchthaven. Want Lana komt terug naar België, want die is een tijdje in Amerika geweest. Aan de andere kant van de wereld. Maar goed, ik ga nu terug naar huis. Ik ben dus echt weer een dag aan het vinden, mijn moeder. Ja, nu kom jij er ook in. Hoe cool is dat? Dan word jij wereldberoemd. Jullie lachen, guys. Ik zie jullie, maar niet lachen. Maar voor guys, hoe dat ik gezegd heb, daar is ze, daar zijn jullie hier. Daar is ze. Pat. Hoe dat ik gezegd heb, guys, vandaag komt Lana terug naar België. En we gaan naar Nieuwalen op de luchthaven in Zaventem. Ja, ik ben benieuwd, want het is hier wel een stukje kouder eigenlijk, denk ik, dan in Amerika. En mama, hoe blij zeg jij dat je dochter terugkomt? Eerlijk zijn. Dat niet geloven. Super blij. Dat klonk niet over dagen, weet ik. Ja, wel. Nee, nee. Mama zegt altijd zo'n ding alsof het sarcastische van is. Moest ik een GoPro in de living hangen, hè? Hoeveel keer dat ze sarcastische dingen zegt tegen mij, dan zou dat echt wel dingen zijn. Vind jij dat dat sarcastisch is? Nee. Noor, hoe sarcastisch is, mama? Ja. Zie je dokter zegt het zelf al. Oké. Lana komt dus terug na 3 maanden. Hè. 3 maanden was dat ze er geweest is. 3 maanden. 3 maanden en half, bijna 4 maanden. En ja, mama heeft haar gemist. Ik ook natuurlijk. Hè. Mijn zusje, ik kon haar niet plagen. Ik kan alleen horen. Dat was niet zo tof.
Jawel, jij vond dat tof. Mij als uw broer hebben. Mij alleen voor u hebben. Zie, ze vond dat tof. Maar oké, ja, we gaan zien. En ik zie jullie terug op de luchthaven. Hi guys. De luchthaven van Zavond en één dolf. Ah, ja, maar waarom had ze daar dan hier niet gewoon gewacht op ons? Want nu moeten wij naar Ginder en wij stonden eigenlijk al daar. Wij stonden er al, ja. Dus wij stonden hier en nu staat zij normaal daar. Ja. Oké, we gaan zien. Als wij waren hier daar juist al. Oké. Sheraton. Sheraton is daar. Sheraton. Maar waar is Lano? Ah, guys. Als je hier verstoppertje speelt op de luchthaven, dan zijn ze super lang bezig. Ja, ga. Noor, dat is helemaal zo dingen. Ah, nee, kijk maar wel. Oké, hey, we hebben Lada gevonden. Pakken we een taxi naar de parking? Of? Nou, Noor, spring daar in haar armen. Spring daar in haar armen. Nu moeten lopen, ze van. Ah, dat kan ik niet doen bij jou. Noor, spring niet naar armen, spring niet naar armen. Nu moeten zo naar Lana lopen, ze van. Corona, mama, niet te dicht. Ze is in coronaland geweest. Ja, kusje, ja, kusje. Ik heb een kerkje. Ja, door de net. Okay. Onze. Sorry, en dan kijk je mij zo. Ik zeg, ja, ik ben van daar naar daar, van daar naar daar en dan naar België. Dan kijk ik hier nog eens op mijn schijn zitten. Allee, waarom niet? En dan nou blij zijn je dat je eindelijk terug in België bent. Hoe lang heb je dan op dat vliegtuig gezeten van Amsterdam naar hier? Zie, maar nu eerlijk gezegd, waarom had jij niet gezegd dat je naar dinges ging? Wel, maar ik zei het ook volgende keer. Ah, ja? Dat het die maatschappij is veel goedkoper ook in die is veel goedkoper dan British Airways. Maar ook, wij konden nu komen halen in Nederland, hè? Ja, ik weet het. Maar ik was dan aan het zeggen, ik heb ook al gezegd, volgende keer als ik vlieg, ga ik vandaar willen vertrekken en vandaar natuurlijk opgehaald worden. Wel, maar dat komt gewoon veel goedkoper. Ah, ja. Want nu is zo, nu betaal je meer op korte vluchten, hè. Als je nu boekt bijvoorbeeld voor de volgende keer van dat je naar België, naar Nederland wilt, van het een van de landen, dan moet je 10 euro extra betalen. Ja, dat is wel. Maar dus. Ik heb het ook al gezegd, maar ik had er niet eigenlijk. Ik dacht omdat het zondag was en ik moest naar mijn jongens en ik dacht als Noor naar school moet, ja, ja, daarom dat ik het niet had gevraagd. Ja. Daarom, dan had ik het anders ook gedaan. Want je vliegt ook tijdens de week. Ja, ja. Maar als wij dat op tijd al wisten, want deze vlucht, dan moet je dan maar gezien, want ik vorige week terug. Hè. Deze vlucht hebben die gecanceld. Ah ja. En dan kon ik een week. Ja, en dan kon ik nog in problemen komen omdat ik nog een dag te lang daar was. Ja, mijn visum en zo. En nu was uw visum juist. Ja, ze hebben niks gezegd omdat het maar één dag is. Ik denk dat ze nu wel wat 7 uur geven als het 10 dagen lang is. Ja, dat denk ik. En hoe blij zijn je dat je terug bent, Lana, in ons kaal kikkerlandje? Ik ben eigenlijk niet blij. Je hebt ons toch wel gemist, hè? Wat? Allee, aan mij toch en aan Noren. En aan mij, hè? Zie hoe overtuigend dat ze is. Ik ben super blij dat ze terug is. Sarcastisch. Ja, man, dat heeft ze van u. Lana. Jawel. Lana, hoe sarcastisch kan ons moeder zijn? Oh, niet sarcastisch.
Ja. Voilà. Ik heb het in de week nog meegemaakt ook bij iets. Ik weet niet bij wat. Ik weet het ook niet bij wat. Ja, door dat je juist ook, hè. Want ja, ze zijn blij dat ze terugkomt. Oh, ja. En wat is die Pipo weer aan het doen? Want wacht tot wanneer dat hem tegen die pakketjes botst of wat? Ja, ze hebben hier een info gestroken dan, wat heel stom is, want die gaat elke keer vullen. Well guys, dit was dan de video, de vlog van vandaag, wat ik allemaal heb meegemaakt. Ik ben bever geweest, daar heb ik een beetje proberen te filmen. En ja, Lana is terug, mijn zuster is terug, daar hebben jullie ook gezien, een kort stukje daarvan. Ik ben wel blij dat ze terug is uiteindelijk. De familie is weer compleet. Dus ik denk wel dat Lana er nog liever had langer gebleven. Maar oké, okay. Ze is terug in ons kale kikkerhandje. Nee, maar oké, guys, dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden om te kijken. Een keer een dagelijkse vlog, dat is een keer iets anders. Als jullie hem leuk vonden, vergeet dan zeker niet te liken en zeker niet te abonneren. Dat is heel belangrijk voor mij. Jullie doen er mij daar zoveel plezier mee. Het kost jullie niks. En dan zeg ik zo als altijd, maar altijd later.